Goedenavond, hallo daar. Tanja hier. Van harte welkom in deze live waarin ik jullie een heel leuk trucje wil leren. Waarmee je kunt voor zorgen dat je je nieuwe gewoontes die je nodig hebt om je doelen te bereiken, dat je die ook kunt vasthouden. En het is naar aanleiding van een hele leuke video die ik gisteren heb gezien, een interessante video van Brandon Burchard. En Brandon Burchard is een naam die jou misschien wel of misschien niet iets zegt. In elk geval, Brandon Burchard is een high performance coach. En die man die coacht dus bedrijfsleiders, ondernemers, CEO's, om in hun business beter te presteren op alle domeinen. En hij heeft daar ook al een aantal interessante boeken over geschreven. Zo is hij tienvoudig New York Times bestselling author. En dat is iets wat je niet zomaar bekomt. Hè. Daar moet je echt al wel wat voor doen. Dus met andere woorden, als Brandon Burchard iets zegt, dan heb ik de neiging om te luisteren. Ondertussen zie ik dat er een aantal mensen live binnenlopen. Dat is heel tof. Hallo, zeg even dag. Dan kan ik dag terug zeggen. En laat me even weten van waar jullie zijn. Dat vind ik altijd tof om te weten. Hey Heidi, is er ook bij. Hartelijk welkom. Oké. Dus Brandon Burchard heeft een aantal boeken geschreven over hoe je beter kunt performen. De high performance coach is dat. Een van zijn boeken heet trouwens de High Performance Habits. En daarin heeft hij het over de kracht van gewoontes. En de kracht van gewoontes, ja, is dat niet superkrachtig? Ons leven is eigenlijk een aaneenreiging van allemaal gewoontes, waar wij bewust of onbewust ontzettend aan vasthouden. Nu is het zo dat als je ergens een nieuw doel wil bereiken, dan heb je daar ook een nieuw set gewoontes bij nodig. Want een doel zonder nieuwe gewoontes is als een nieuwe auto zonder wielen. Dat gaat je nooit naar je doel brengen. Even kijken, wie hebben we? Michelle, hey Magda, hoi hoi, leuk dat je erbij bent live, Magda, tof. Oké, dus de kracht van de gewoontes. En hij heeft daar een heel leuk trucje voor en ik ga het jullie zo meteen meegeven, want misschien heb je er ook wel iets aan. Ik vind het zelf ook heel krachtig. En wat opvallend is, hij heeft 50 mensen wie hij gecoacht heeft, heeft hij gevraagd van alles wat je nu van mij hebt geleerd, wat is nu het eerste ding, wat is nu het belangrijkste, wat het grootste verschil voor jou heeft gemaakt? En dat is nu net dit trucje. Dus als al die hoge pieven er zoveel waarde aan hechten, dan is het voor ons misschien ook wel interessant. Hey Peter en Karen, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Oké, hij stelt voor om te werken met triggermomenten in je dag. En wat zijn triggermomenten? Triggermomenten zijn eigenlijk momenten in je dag waarbij je je nieuwe gewoontes bewust gaat activeren. Want nieuwe gewoontes aanleren, ja, dat moeten we doen door ons brein te trainen. Door telkens bewust onze nieuwe gewoonte op te roepen en ze, ja, te programmeren in ons brein, in ons lichaam. Net zoals ik in mijn video van eergisteren had ik het over de beperkende overtuigingen die we vasthouden, bewust of onbewust. Of de excuses die we alsmaar aanbrengen, die ons weerhouden om ons doel te realiseren. En ik had het toen over, ja, de tissue, weet je nog, waar je dan je overtuiging in kunt steken en ze vervolgens loslaten. Als je die video hebt gemist, dan moet je maar eens even terugscrollen en je zal hem wel tegenkomen. Maar nu gaat het over die triggermomenten. Hij zegt zo: we lopen allemaal de hele dag rond met onze telefoon. In onze telefoon kunnen we alarmpjes steken, programmeren. Wel, doe dat. Hij zegt: programmeer 4 triggermomenten in je dag. 2 in de voormiddag, 2 in de namiddag. Dus je zet je alarmpje. Alarmpje gaat af. Ping. En dat is het moment waarop je bewust je nieuwe gewoonte gaat activeren. Hoe gaat dat in zijn werk? Een voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die wat meer rust in hun leven willen ervaren.
Mijn eerste advies is daar altijd eerst genoeg slapen. 7 uur slapen per nacht is echt geen luxe. Dat is wat je nodig hebt om te recupereren, om standaardags beter te presteren, om beter te denken, om meer geconcentreerd te zijn, om een aangenamer persoon te zijn in de omgang enzovoort. Maar ook doorheen de dag kun je perfect een aantal momenten inlassen waarop je even tot rust komt. En dan ga je zeggen, ja, maar ik heb geen tijd om zo van die powernapjes te doen van 20 minuten of een kwartier. Dat snap ik. Daar heb ik het ook niet over. Maar zo'n triggermoment gaat als volgt. Een voorbeeld. Je wil meer rust in je leven. Wel, dan zou je kunnen het volgende doen. Het alarmpje gaat af. En zou je kunnen zeggen, oké, sluit je ogen en adem 10 keer diep in en uit. Heel eenvoudig. Een paar seconden, maar het doet iets met je. Het brengt je tot rust en het gaat ook iets activeren. Het activeert die nieuwe gewoonte en het programmeert ook die nieuwe gewoonte. Zowel in je hersenen als in de rest van je lichaam. Er zijn heel wat mensen die mij komen opzoeken met de wens om fitter en slanker te worden. Wat je daar zou kunnen doen is, je zet een alarmpje, alarmpje gaat af en dan doe je het volgende. Je sluit je ogen en je beeld je in jezelf in een fittere en slankere versie. Je houdt dat beeld vast en je ademt 3 keer heel bewust diep in en uit. En dan open je je ogen, je staat op, je gaat een glas water halen, je drinkt dat glas water en dan ga je eens volledig uittrekken. Helemaal uittrekken, zodat je het bloed voelt stromen, zodat je de energie voelt stromen, zodat je de lymfe aan het werk zet om al die afvalstoffen uit je lichaam te krijgen. En dan voel je meteen het verschil. Als je dat 4 keer per dag doet, 2 keer in de voormiddag, 2 keer in de namiddag, dan ben ik ervan overtuigd dat dat een groot verschil gaat maken in hoe je je voelt. En ook een groot verschil gaat maken in of je al dan niet op langere termijn je doel gaat bereiken. Om levenslang fitter en slanker te zijn. Ik vind het een heel waardevol trucje. Even kijken, Isabel is er ook bijgekomen. En Sarah, leuk dat jullie er zijn. Zo tof allemaal. Zeg even dag, dan kan ik zien wie er is. En dan kan ik ook even dag terug zeggen. Oh Peter, tof. En Sabine, hey. Leuk. Oké, dus de kracht van gewoontes en de triggermomenten. En nu ben ik heel benieuwd. Wat is voor jullie op dit moment je prioritaire doel in je leven? En welke gewoontes, nieuwe gewoontes, heb je daarvoor nodig om dat doel te bereiken? En vervolgens kun je eens nagaan welke triggermomenten kun jij dan in je dag inzetten om die nieuwe gewoontes te gaan programmeren in jezelf. Zodanig dat je... Oh, jullie zijn met z'n beiden aan het kijken, Michelle en Lins. Hey. Zodanig dat je dat ingebakken geraakt. Dat je er op de duur niet meer hoeft bij na te denken. Dat je op de duur ook dat alarmpje niet meer nodig hebt. Je nieuwe gewoontes volhouden. Daar gaat het over. Volhouden. Dus ga er zelf eens mee aan de slag en laat het mij eens weten hier onder de video wat jouw doelen zijn, als je die wilt delen, wat de gewoontes zijn die je daarvoor nodig hebt en welke triggermomenten jij gaat inbouwen om die te realiseren en om je gewoontes vol te houden. En als je dan een van die mensen bent die fitter en slanker door het leven wil gaan, dan is er naast die kleine trucjes die ik tussenin meegeef, is er ook nog één heel belangrijke stap. Waar bijna nooit aan gedacht wordt. Die bijna door iedereen wordt vergeten of niet gezet wordt, omdat de mensen ze niet kennen. En het is een stap die vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn ervaring in mijn praktijk en ook vanuit de nieuwste inzichten die ik volg van experten in mijn vakdomein, het is die stap die zo doorslaggevend is voor het al dan niet bereiken van je doelen op korte en op lange termijn. En daar wil ik het morgenavond over hebben, maar dat ga ik niet hier doen. Dat ga ik in een live workshop doen, ook online.
En bij deze nodig ik jou uit om daar gratis aan deel te nemen, live, zodat je mij ook vragen kunt stellen. Zodat je misschien de vragen die al lang bij je leven, wat dat betreft, dat je ze even kunt stellen, dan ga ik ze met plezier beantwoorden. Ik zal straks de link zetten hier ergens boven, nee, onder de video in de commentaren ga ik die link zetten. Zodat je, als je daarop klikt, dan kun je gratis aanmelden. En dan kun je morgen live volgen, morgen, dus donderdag. Dan zijn we de 9e denk ik, ja, om 8 uur 's avonds. Oké, ik zal het morgen nog wel ergens door de dag laten weten. Maar als je er zin in hebt, wacht even. Ik zet de link zo meteen in de commentaren en dan kun je je registreren. En voor de rest, ga aan de slag met die triggermomenten. En Michelle heeft er al eentje gezegd, ping, ipa, ja. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik volg je. Goed. Maar maak het maar wat concreter, hè? Maar ik snap wel wat je wil zeggen. Even kijken, zijn er nog mensen die leuke dingen posten hier? Nee, oké. Goed, dus als je nu aan iemand denkt waarvan je vindt van, oh, die zou dit wel eens interessant kunnen vinden. Wel, tag die persoon dan hier bij dit bericht of stuur deze video door. En ook hij of zij is van harte welkom in het webinar morgen. En hij of zij is ook van harte welkom om hier even de zijn of haar triggermomenten te delen. Ik wens jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. Tof dat je erbij was. Ga aan de slag met die triggermomenten. En zorg goed voor jezelf. Want dan kun je ook veel beter zorgen voor anderen. En dan maken we met z'n allen een mooiere en betere wereld van. Ik zie jou heel graag binnenkort terug. Mooie avond nog. En tot de volgende. Bye bye.